nieuwe aflevering van de Fruitschokquiz. De vorige aflevering is natuurlijk een winnaar uitgekomen. Bijna iedereen had het goed. Volgens mij iedereen had het zelfs goed. Super jongens, en het antwoord was C. En je gaat nu kijken naar de winnaar. Oké, wij gaan nu kijken wie de winnaar is van de vorige aflevering. De quiz over mijn kanaal. We drukken gewoon op de random pick winner. En nu gaan we gewoon kijken wie het is. En de gelukkige winnaar van deze aflevering is, jawel... En de winnaar is... I'm back for you. En hij zegt... C, ja, je hebt toestemming om mijn kanaal te worden. Je bent een super coole YouTuber. Thumse, dankjewel. Doe ik me goed. Wij gaan gewoon even kijken op zijn kanaal. En die gaan we even beoordelen. Oké, zijn we nu aangekomen op het kanaal I'm back for you. Best wel een leuke naam. Ik vind wel... Ik ga je wat tips geven ook voor jouw kanaal. Als eerste wat ik zie... Je banner. Ik heb hem ook niet zelf gemaakt, maar ik zou er toch wat aan doen. Ik weet niet precies wat het is. Is het lucht met zon of zo? Ik zou dat verbeteren als ik jou was. Ja, en net zoals je logo, zonsondergang. Leuk, maar niet echt aantrekkelijk of zo. En dan gaan we direct even kijken bij How to Prank Your Friends. Dat is een video. En hier hebben we nog een video, die heb ik al eens gezien. Ja, ik heb er wat doorheen gekeken als er wel wat interessant was. Dus wij gaan How to Prank Your Friends even bekijken. Oké, dit stukje, dit kan je eruit knippen, dat je je opname aanzet. Maar toch, ja, ik snap het denk ik wel, want hij probeert nu mensen te pranken. Oké, we gaan even verder. Nou, leuk. Leuk, zo'n videootje. Echt top bezig. Jij maakt het wel interessant met een mooi muziekje eronder. Een video die je leuk vindt. Dit zou ik wel als ik jou wat privé zetten. Mijn tip. Maar ik zou het privé zetten. Even naar deze video kijken. PvP montage. Oké. Okay. Weer een muziekje. Ik weet niet als het helemaal de copyright is. Oké, je doet wel aan beschrijvingen. Top. Nee, ik weet niet als het copyright is. Maar je doet het goed, jongen. Ga zo lekker door. Je doet het redelijk goed. Alleen zou ik je banner en je logo even aanpassen. Misschien een facecam in je video's. Misschien gaan praten in je video's. Is altijd leuk voor mensen die, als je dan wil kijken. Ik zie dat je nog niet lang banned bent. Want je hebt maar 5 video's. Als ik kan zien. Dus ja, hey, top man. Maar dit was de winnaar. Gefeliciteerd dat je het gewonnen. En ik hoop dat je wat aan de tips hebt voor je kanaal. En nu gaan we door naar de volgende vraag van deze aflevering. En die is... Waar ben ik in 2016 op vakantie geweest? Welk park? A. Zo, erbij pakken. A. Het Merendal. Of B. De Campervenne. Of is het toch C. De Eemhof? Je mag het nu achterlaten in de reacties en ja, je toestemming. En wie weet win je. Net zoals die andere jongen. Hey, top. Het wordt wel eerlijk gedaan hoor. Door een website die gewoon een random eentje uitpikt. Dus komt goed. Oh, lieve ja. Doei, Poesje. Poesje, wie gaat afsluiten? Ik of jij? Wat denk je zelf? Ik sluit wel af. Hey, bedankt voor het kijken. Dat is een rare houding. Maar jongens, bedankt voor het kijken. Laat het dus achter. En weer tot bij de volgende video. Wee, yo.